Roy Kortsmit, dit zal niet de seizoensopening zijn zoals jullie die in gedachten hadden. Nee, zeker niet. Je eerste wedstrijd VVV uit, dan weet je dat je de punten moet halen en zeker graag wil halen. En dan begin je liever niet zo. Waar bouw je het meeste van na vandaag? Nou, ik persoonlijk bouw natuurlijk van de eerste goal tegen. Dat reken ik mezelf aan, is persoonlijk waar ik het meest van behaal. Ik denk dat we vandaag bij Vlagen gewoon een goed spel hebben laten zien. Alleen, zij waren effectief en wij niet. Kan je ze eens meenemen naar die eerste goal vlak voor rust? Wat gebeurde daar? Mijn schot van de tweede lijn en de bal zwabberde wat en zou wel geblokt worden of niet. Hij zwabbert langs mij heen en die moet ik gewoon hebben. Dan ga je de kleedkamer in, denk je, nou, vlak voor rust 1-0, we hebben nog een hele helft om daar nog iets aan te doen. En direct een minuut na de rust staat het al 2-0. Wat gebeurt er dan? Wat is er in de rust gezegd en wat gebeurt er dan in die tweede helft? Nou ja, dat we gewoon door moesten gaan en die goal snel vergeten. En probeer weer het overwicht op het veld te krijgen. En zeker sterk de startblokken uitkomen weer. Alleen je krijgt na 10 seconden geloof ik al 2 ballen op de paal en een minuut later ligt hij erin. Dus dat is niet wat we hebben afgesproken. Kijk je sowieso terug op deze wedstrijd? Hoe vind je dat Sparta het in zijn geheel die hele 90 minuten heeft gedaan? Nou, wat ik net al zei, we hebben bij Vlagen laten zien dat we goed kunnen voetballen. Ik denk dat we ook de betere op het veld waren qua voetbal. Alleen je wordt afgeslacht in momentjes en zij hebben dat heel volwassen gedaan vandaag. En wij de mogelijkheden die we hebben gehad, hebben we dat niet goed gedaan. En waar ligt dat dan aan? Waar ligt dat aan? Dat is moeilijk te zeggen. Misschien een stukje jeugdigheid. Ja, een stukje scherpte. Alleen, ook een keer pech op de lat. Maar ja, die ballen, we moeten er wel minimaal 1 maken. En dat doe je niet, ja, dan kan je sowieso niet winnen. Je had een aantal nieuwe jongens ook voor je staan. Hoe beviel dat vandaag? Ik vond het goed bevallen. We hadden een goede samenwerking. Het is jammer dat Jeffrey 2 gele kaarten krijgt. Dat hij sowieso volgende week moet missen. Want ik heb goed samengewerkt met ze. En dat is zonde dat hij er niet bij is. Weet we ook dat Sparta de afgelopen 20 keer dat ze het seizoen mochten beginnen in de Eredivisie deze wedstrijden nooit wisten te winnen, die eerste wedstrijd in het seizoen. Dus wat dat betreft is dit ook geen uitzondering daarop. Nee, dat wist ik niet. Ik had hem graag de traditie verbroken, alleen het mocht niet zo zijn.